In Den Haag zijn twee van de drie centrale keukens op enigszins officiële wijze in gebruik genomen. De derde keuken komt over een paar weken in bedrijf. De maaltijden worden verstrekt tegen inlevering van vlees- en vetbonnen en kosten 13 of 25 cent al naar financiële draagkracht. De waarnemend burgemeester van Den Haag, professor Van der Bilt, keurde in de keuken de eerste maaltijd die uit stampot bestond.